op de heikant in Groesbeek. Twee ploegen die nog niet verloren dit seizoen. Achilles 29. Na een half uur spelen met Omar met een heerlijke bal richting Verstegen. Die hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. En het is 1-0 voor de Taarsploeg. Mooie goal. Goed afgewerkt door Verstegen. En de voorbereidende actie mag er zijn. Wat een heerlijke paas van Omar en Verstegen. Verschalkt doelman van Leeuwen die kansloos is. Excelsior Maassluis met de hoekschop aan de andere kant. Platel half. De afvallende bal is voor Excelsior Maassluis. Dat alleen de openingswedstrijd nog wist te winnen. En dan heeft scheidsrechter De Winter wat gezien. Wat is er gebeurd? Die trekt rood voor de aanvoerder van Excelsior Maassluis, Redert. Maar wat heeft hij precies gedaan? Ja, slaande beweging hier. Ten opzichte van zijn collega Boy van der Beek. Excelsior Maassluis dus door met 10. En krijgt de kans op de gelijkmaker. Dit is Hens van Vernooyen. Die heeft al een gele kaart. Die is boos, ook op scheidsrechter De Winter. En hij kan ook naar de kleedkamer vertrekken. En zo komt Excelsior Maassluis met 9 te spelen. En loopt de ploeg dus rood aan in Groesbeek. En gaat het natuurlijk ook veel ruimte weggeven. En daar profiteert Achilles 29 van. Philips houdt zich even in voor de middenlijn. Geen buitenspel. Ziet Van Leeuwen ver voor de goal staan. En er is een fantastische goal van Philips. 2 minuten voor tijd. Schiet hij dus Achilles 29 in veilige haven. En zo gaat de ploeg de tweede zege boeken van het seizoen. Dit is ook weer heerlijk gespeeld. Goed de voordeelregel toegepast door de scheidsrechter Van der Beek. Vindt Soermeli en Soermeli maakt het dus af. 3-0. En Achilles 29 meldt zich bij de topploegen in de tweede divisie door af te rekenen met Excelsior Maassluis. Goed resultaat voor de ploeg van deze Erik Meijers.